iets meer kinderen met een beperking, zeg. Als je het aantal diagnoses zou nemen, zou je zeggen, ja, er zijn er steeds meer. Maar het valt echt reuze mee, jij zegt dan nee, hè. Nee, zeggen nee, maar dat komt omdat we beter zijn geworden in diagnostiek. Nou, dat in ieder geval niet. Dat is niet de reden. Want dat zijn we namelijk niet. We zijn er slechter in geworden. Ze zijn bang, want er komt de DSM-5 aan. Zijn ze een beetje bang van, want die is best wel ingewikkeld. En dan worden er fouten gemaakt, dan ben ik nou juist niet meer bang. Als iedereen weet dat die ingewikkeld is, gaan ze misschien wat voorzichtiger doen. Gaan ze misschien wat meer opletten en wat voorzichtiger zijn met een diagnose. Dat is wat ik dan hoop. Het is niet zo dat er echt meer zijn met een beperking. Valt wel mee. Er zijn er wel een paar meer, maar niet echt. In ieder geval niet zoveel ADHD'ers als er zijn en autisme als er is. Het valt wel mee. Maar ik geef een voorbeeld van waardoor je ze wel krijgt. Dat is heel simpel. Bijvoorbeeld. Het plan is dat alle kinderen vanaf 4 jaar, van 4 jaar kunnen tellen tot 100, deels terug kunnen tellen en deels kunnen rekenen. Ja, dat is wat, hè? Dan moeten ze tellen tot 100 met 4 jaar. En het erg is, dat kunnen ze. Ze zeggen, wat is daar erg aan? Is het goed om kinderen van 4 jaar daarbij te verlangen dat ze kunnen tellen tot 100 en kunnen terugrekenen? Is dat erg eigenlijk? Je denkt van goed dat ze dat kunnen, is wel leuk. Waarom wel, waarom niet? Je twijfelt een beetje, is dat wel goed? Ik vind het heel verkeerd. Ze kunnen het hoor, de meesten kunnen het. Ja, dan blijven er weer nog meer over dan daarvoor, dat wel. Je krijgt dus nog meer kinderen met een beperking, want die kunnen niet rekenen tot met 4 jaar. Maar het is heel verkeerd. Waarom kunnen het kinderen het met 4 jaar als je wil? Als je best doet, als je ze traint. Waarom? Omdat kinderen willen doen wat ouders willen. Ze willen gewoon liefgevonden worden, dus ze doen hun best. En wat betekent dat? Als kinderen gaan ontwikkelen wat wij kiezen, wat wij denken dat nuttig is, dan duw je dus iets anders weg. Kijk maar naar die kinderen die beginnen te lopen, die kunnen dan weer helemaal niet meer praten. Dat stopt plotseling. En als ze druk zijn met praten, dan stopt de motoriek weer. Je kan niet alles tegelijkertijd. Dus als je kiest dat ze rekenen ontwikkelen, ja, wat stop je dan eigenlijk? Dat is een beetje griezelig. Wat gaat dan minder? Er gaat iets minder. En dat rekenen gaat toch wel lukken. Echt waar. Gaat toch wel gebeuren. Dus hoe belangrijk is dat? Dat is een van de zorgen die ik heb. In die malle molen van kinderen moeten ontwikkelen en dat moeten ze allemaal kunnen. Terwijl ze niet eens weten hoe ze het voor elkaar krijgen te praten. We hebben niet geleerd. Ja, ze zeggen gewoon, hè, ik loopte. Ik loopte, zeggen ze dan. Dat is fout. Heeft niemand ze geleerd hoor. Dan zeg je, nee, het is niet ik loopte, het is ik liep. Nou, oké, okay, noem ze voortaan ik liep, hij liep, zij liep. Enzovoort. Helemaal geen probleem. Had niemand ze geleerd, hè? Noemen ze in iedere taal zo. Ze leren al heel snel de regels. Ja, werkt het zo? Ja. Dat gaat zo makkelijk. Kinderen zijn intelligenter dan volwassenen. Het neemt af met het ouder worden. Dat is een beetje jammer. Alleen ouderen hebben wel het voordeel van de ervaring en de kennis. Nou oké, okay, daar doen ze het ook leuk mee. Maar je zou meer respect voor kinderen moeten hebben. Wat ze allemaal leren. Dus wij moeten niet te veel bepalen wat ze moeten leren. En als ze dat doen, ja, dan weet je niet wat je tegenhoudt. Misschien is het wel heel belangrijk. Moeten we eerst weten wat we tegenhouden als we zoiets kiezen, vind ik. Ja, dat is de kant van de kinderen. De ouders. Zijn die deskundig? Ja, wij zeggen dat ouders deskundig zijn. Dat zeggen we wel als hulpverleners, maar ik vind dat we ons er nog niet zo goed naar gedragen. En misschien is dat wel eigenwijs en stom van mij, maar dat is nou eenmaal wat ik denk. Een van de dingen die we heel prettig vinden, is dat we veel ontwikkeling hebben op het gebied van de vroegtijdige herkenning. En dat is fijn. Dan kan je steeds vroeger zien als er iets met een kind is. En ik sprak met degene die erop gepromoveerd was, dat is mijn gesprek. En ik zei, ja,
Die kinderen die dan gaan onderzoeken op die diagnose. Waar komen die signalen eigenlijk vandaan? Een consultatiebureau, ik zeg oké. Okay. En waar heeft het consultatiebureau eigenlijk van? Stond ze even stil, zegt ze, ja, de ouders. Ik zeg, ja. En hoe goed doen jullie het eigenlijk, vergeleken met ouders? En toen schrok ze even. Ik zei, ouders doen het beter dan de hulpverlener. Geeft niet, ouders doen het beter. Ouders wisten al heel vroeg, hoor, hoe het zat bijvoorbeeld met autisme. Bij autisme was het zo, autisme, dat kwam, zeiden ze, dat kwam uit onderzoek, dat kwam door de opvoeding van de moeder. Dat was dan een ijskastmoeder. Nou, ik heb ze nog behandeld, hoor. De kinderen en de ouders die dat te horen hebben gekregen, wanhopige ouders, zeggen, ja, maar er is iets met mijn kind. En dan werd er niet naar geluisterd. Wanhopig werden ze ervan. En toen kwam plotseling het onderzoek, autisme zit in de genen. Joh, al die wetenschappers tuimelden allemaal van hun roze wolk af. Oeps, niet de opvoeding, zit in de genen. De enige die er niet vanaf vielen waren de ouders, die wisten dat al. Ouders zoeken jaren naar een diagnose. Als jij een diagnose hebt, uiteindelijk dan komt het omdat die ouder is opgehouden met zoeken. Daarom is die diagnose er. Die zoekt namelijk net zo lang door totdat hij de goede heeft te pakken. Ik zei, weet je, je kan volgens mij beter zo doen dat je eens gaat kijken bij ouders. Waarom doen ze het eigenlijk zo goed? Waarom weten ze, er is wat met mijn kind? Hoe weten ze dat eigenlijk? En ik ben dat onderzoek gaan doen met mijn mensen in Ecuador. Toevallig in Ecuador, maakt niet uit hoor. In Ecuador is hetzelfde als hier. En ik zet het even op een rijtje. We hebben 22 ouders onderzocht, diepte-interviews. En wanneer dachten ouders nou voor het eerst dat er iets met hun kind aan de hand was? Ja? Er waren verschillende diagnoses, maar de verzameling was autisme. Nou, bij de geboorte waren het er 3. Bij de geboorte zou je zeggen, bij de geboorte? Ja. Kon je het zien aan het kind? Nee. Je kon het niet zien. Dus er één heel mooi, ik had gezegd hè, van de zintuigen van mensen met autisme. Dat kan ook de zintuigtast zijn, het voelen. En een van die ouders zei dat ze het de eerste dag al wist, met dat haar kind zo voorzichtig de lippen aan haar tepel zette, dat ze dacht, die heeft heel gevoelige lippen. Ze wist het al de eerste dag, was de eerste kind. Maar ze wist het. Er is iets met dit kind. Ze voelden het. Ouders weten. Aan ons om ouders te kunnen laten zeggen wat ze weten. Het onder woorden te brengen. Ja, dat is niet altijd even makkelijk. Nou, de score was dat voor de 2 jaar waren 19 van de 22 ouders hadden al lang de diagnose. Zij zeggen dus, waren er 3 mis? Eerlijk gezegd niet. Die hadden wel de diagnose autisme. En die zeiden tegen mij, ja, die diagnose, het klopte ook wel. Aan de andere kant, ja, geloofden ze toch niet dat het autisme was. Apart, hè? Wat ze zeiden was, ja, tot 2,5 jaar was die normaal. En hulpverleners hebben erg veel moeite daarnaar te luisteren. Als jij de diepe vorm van autisme hebt, met niet kunnen praten en dat soort dingen. Nou, en de ouders zeggen tot 2,5 jaar was die normaal, dan denk je, ja, is ontkenning waarschijnlijk. Nee, als die ouders dat zeggen, dat is dat zo. Dan moet je eens gaan kijken, waarom zegt ze dat? En wat was er dan? En dat blijkt dat er wat was. Dat er een tijd ervoor was en een tijd daarna. Dan is het dus geen autisme. Dan is het autistisch gedrag. Maar geen autisme. Dus ja, dan zitten er 3 tussen. Dat is de diagnose ook niet goed. Dus eigenlijk hebben we een 100% score. Niet slecht, hè? Voor ouders. Vergeleken bij de wetenschappers. Ja. Goed. Wat betekent nu een kind met een beperking? Voor het kind. Dat betekent anders zijn. En anders zijn is gewoon een klus op de wereld.
Ik zeg je een van de dingen die ik het meest sneu vind. Dat zijn kinderen met een verstandelijke beperking. Wat vind ik daar zo sneu aan? Ik vind die kinderen niet zo sneu, maar ik vind hun puberteit zo sneu. Alle pubers hebben een enorme toename in hun hersenen van grijze stof en witte stof. En alles verbindt met alles. Dus alle pubers denken, ik ben intelligent. Ik snap het. Ik ben intelligent. Dat maakt dan ook een tikje eigenwijs, natuurlijk. Maar ook de kinderen met een verstandelijke beperking denken, ik ben intelligent. Ik heb geen verstandelijke beperking. En dan moeten ze er nog een keer doorheen. Om weer te merken, oh, dus toch nog. Vergeleken met de anderen. Dat is heel moeilijk. Kinderen met een beperking in de puberteit gaan proberen te onderzoeken hoe beperkt ze eigenlijk zijn. Hebben ze medicatie tegen epilepsie en dan mogen ze niet bij drinken, gaan ze toch maar doen om te kijken of het echt waar is. Helpt het echt? Moet het echt? Als ze het nou niet slikken, wat dan? ADHD, geen Ritalin, wat dan eigenlijk? Gaat het dan eigenlijk wel zo mis? Een hele hoop ontdekken helemaal niet. Gaat helemaal niet mis. Heel interessant. Ja. Ze moeten het ontdekken. Dat is sneu in de puberteit. Dan moet je dus datgene wat iedereen al wist, zelf nog een keertje gaan ontdekken. En soms is dat niet zo leuk wat je dan moet ontdekken. Voor het kind is het lastig. Wat betekent het voor ouders? Ja, het betekent dat ze een kind hebben wat niet in de statistiekjes valt. En mensen houden van hun statistiekjes. Kinderen van 4 doen zo. Bijvoorbeeld. En dan is het lekker overzichtelijk. En dan heb je zo'n kind dat valt van die statistiekjes af. Dat is lastig voor ouders. Dat is ook moeilijk om daar maatschappelijk steun te krijgen. Omdat het zo anders is. Omdat mensen eerst moeten zien voordat ze kunnen geloven vaak. Dus als je geen diagnose hebt, dan gaat dat al helemaal niet lukken. Dat mensen respecteren dat jij een wat zware opvoedingslast hebt, bijvoorbeeld. Wat betekent het voor de maatschappij? Nou, het betekent voor de maatschappij diversiteit. Dat is wat het betekent. Veel verschillen. Dus daar zouden we eigenlijk ongelooflijk blij mee moeten zijn. Want dat hebben we heel hard nodig. Ja. Maar daar kijken we niet altijd op die manier naartoe. We vinden het ook een last, want we moeten extra dingen doen. Zo wat, denk ik dan. Zeg, ja Martin, je hebt makkelijk kletsen. Je hebt geen kind met een beperking. Dat is zo. Ik heb ook makkelijk kletsen. Dus dat zeg ik er eerlijk bij. Dus dan weet je in hoeverre je mij wel of niet serieus kan nemen. Mag je zelf bekijken. Ik vind het ook. Maar ik vind het niet zo makkelijk, zelf persoonlijk, om een beslissing te nemen. Wat vind ik van een verstandelijke beperking? Of van een beperking überhaupt? Ik zal het jullie uitleggen. Ik ga dit jaar weer naar dat spierziektecongres. En een van de organisatoren die mij gevraagd heeft, die zegt, Martin, precies de soort spierziekte die ik heb, daar is een gen gevonden. En ze verwachten dat er over 10 jaar medicatie is. En dat betekent dat je dus ook niet meer door gaat geven. Dat gaan ze gentherapie doen op den duur. En ik ken er een beetje, dus ik zeg tegen, nou geweldig. En wat een gevoel dat je de lijn kan stoppen waar je kinderen last van hebben. Wat geweldig. Ik zeg, dat vind ik echt. Ik zeg, aan de andere kant weet ik niet hoe jij zou zijn als jij die aandoening niet hebt. En ze keek naar me. Ik zeg, nou, je hebt wat je noemt nogal een temperament. En hoe was dat geweest als dat niet een beetje gevormd was door je tolerantie? En ze ging plotseling denken, oh ja, ik had alleen nog maar gedacht, dan kan ik naar Rome, en dan kan ik wandelen in Rome. Maar ja, en toen noemde ze een aantal dingen die anders zouden zijn. Ik zeg, ja. Ik zeg, ik heb makkelijk kletsen, ik heb die spierziekte niet, maar ik weet wel dat de maatschappij die tolerantie die jij hebt nodig heeft. Dus ik weet het ook niet. Nou moet ik zeggen, zijn we daar nou zo blij mee? Ik vind het lastig. Voor de maatschappij is het namelijk ook heel goed gewoon. Maar ja, ik kan moeilijk zeggen, doe nou eventjes een onsje afwijking. Dat is wel goed voor de maatschappij. Het is niet zo fijn voor de mensen die het hebben. Hè? Lastig.
als jij een beperking hebt, en ik neem nu twee belangrijke, dat is autisme en een lichtverstandelijke beperking. En wat bedoel ik met belangrijk? Dat bedoel ik niet dat zijn de belangrijkste mensen, dan bedoel ik de frequentie. Als je bijvoorbeeld die spierziektes doet, even nadenken, daar zijn 115 jongeren in Nederland met die ene, bijvoorbeeld. Het zijn er niet zoveel. Dat is overigens heel erg om te hebben. Dus belangrijk is niet dat ding zelf, maar de frequentie. Nou, dit zijn veel mensen met autisme en veel mensen met een verstandelijke beperking. Dus daarom vind ik ze belangrijk. En dan wil ik jullie laten zien wat dat betekent voor gewoon opgroeien. En ik vertel jullie natuurlijk niks nieuws, maar toch het even op een rijtje zetten. Hier zie je de levensfase. Hier de levenstaak volgens kalenderleeftijd. Hier volgens autistische kenmerken en hier volgens een LVB. Ik denk dan altijd, je zal een afkorting zijn, zeg. Ja, want je mag niet meer gehandicapt zeggen. Lichamelijke, licht verstandelijke beperking is te lang. Denk, ik had dan een ander woord verzonnen, weet je wel. En dan moeten we het nu afkorten. Nou ben je een LVB. Ja. Nou ja, onhandig vind ik dat. Maar we zijn dat als mensen. Dat is nou helemaal zo. Neem ik babytijd. Babykleutertijd. Wat is jouw levenstaak dan volgens jouw kalenderleeftijd? Dat is het ontwikkelen van hechting. En hechting is het maken van een schema. Wat doen mensen als ik in nood ben? Helpen ze je? Of laten ze je in de steek? Dat is wat hechting is. En als jij ontwikkelt dat je denkt, oh, nou, als er wat is, dan helpen ze me wel. Dan ga je ook aardig doen tegen mensen. Waardoor ze ook weer aardig terug doen. Dus in het verlengde van dat ontwikkelen zit ook je relatie met mensen. Nou, wat doe je dan met autisme? Ik hoop dat jullie dat aanvoelen komen. Ja, dan ben je bezig met die rijping, hè. Dat is allemaal nog helemaal bezig. Niet alleen dat horen, maar van alles. Ja? Mensen hebben niet door dat dat bij autisme echt heel belangrijk is, rijping. En dat dingen ook uitrijpen. En dat je dat soms helemaal niet in de gaten hebt dat het uitgerijpt is. En dat andere dingen nog steeds rijpen. Terwijl je denkt, joh, is 45. Ja, dat kan nog steeds. Met rijping? Ja. Wat bedoel je ermee, vraagt ze. Dat is goed. Dat hebben de anderen vast ook. Ja. Rijping is de rijping van het centrale zenuwstelsel. Ja. En allerlei dingen moeten na de geboorte nog uitrijpen. Ja. Bijvoorbeeld alle baby's hebben in meer of mindere mate, moeten ze de doorslaapfase nog maken in hun hersenen. Waardoor de alle cyclussen aan elkaar vastzitten. Sommige baby's hebben dat niet. Die slapen even, hop, wakker. En dan kunnen ze niet in slaap komen bijvoorbeeld. Dat is een stukje rijping. Geluid verwerken, kleur zien, zijn allemaal onderwerpen van rijping. Zo ook bijvoorbeeld voedselverwerking. We beginnen niet een baby een boterham met appelstroop te geven. Nou, bij autisme heb je regelmatig, veel mensen met autisme hebben dat, dat je daar dus die boterham met appelstroop geeft en die willen ze niet, ze stikken er zowat in. Ja, ze stikken er zowat in, want ze kunnen dat nog niet verwerken. Ja? Dus je geeft ze geen boterham met appelstroop meer. Die ouders luisteren daarnaar. Maar het rijpt door. Dus op een gegeven moment kan het wel. En dat heb je vaak niet in de gaten. Op het NVA-kamp, de Nederlandse Vereniging van Autisme, de kampen, krijgen de kinderen lijsten van voedsel die ze niet willen, niet lusten. Ja, niet goed konden verwerken. En daar eten ze alles. Slechte ouders? Nee. Ouders die helemaal niet geleerd hebben van de hulpverleners, dat het uit kan rijpen. Dus ze zijn daar en die kinderen eten gewoon mee wat de anderen eten. Ja, ja, dat doen ze dan gewoon. Omdat het uitgerijpt is en één of twee niet, nou daar is het dan nog niet bij uitgerijpt, dat weet je dan, dat is rijping. Ja, oké. Nou, daar zijn die kinderen heel druk mee. Ja, bovendien zijn ze ongelooflijk, hè. Autisme is de meest extreme vorm van mannelijke hersenen. Of je nou een meisje bent of een jongen. Dus die zijn bezig met veel meer natuurkundige verschijnselen. In hun wieg, ja, zouden zij zich afvragen waarom het daar bijvoorbeeld zo licht is, eigenlijk. Vergeleken met hier. En dit is eigenlijk dit hele stuk en dan lijkt hier een streep te lopen. Zijn ze reuze druk mee. Terwijl jij denkt, zit te lachen. En die kijkt en die zit om jou heen te kijken. Want hij ziet nou die vlek niet, nou jij in beeld komt.
Daar zijn ze reuze druk mee. En jij denkt, heeft geen gevoel. Jawel, jawel, maar ze beginnen bij natuurkunde. En niet bij gezichten. Dat is typisch jongetjes. Jongetjes willen weten hoe de dingen in elkaar zitten. Ja? LVB, wat betekent dat? Ontwikkelen hechting. Dat is een stuk lastiger, want het is het maken van een schema, wat doen mensen als ik in nood ben. Als je verstandelijke beperking hebt, dan duurt het even voordat je doorhebt hoe zit de wereld in elkaar. Kindertijd. Dat betekent volgens de leeftijd het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Dus denkvaardigheden, taalrekenen enzovoorts. Bij autisme betekent dat een besef van aanwezigheid van andere mensen. Nou, dat willen we echt niet. Dat kinderen met een jaar of zes beginnen door te krijgen dat er andere kinderen zijn. Daar moeten ze al lang mee spelen. Terwijl zij denken, hé. Bij LVB is het ontwikkelen van het spel. Jeugd. Dat is bij een gewone leeftijd, kalenderleeftijd, omgang met leeftijdsgenoten. Dat is echt in je jeugd, is andere vrienden maken. Ja, dat is hier ontwikkelen cognitieve vaardigheden bij autisme. Waarom? Omdat ze ook gemerkt hebben dat ze niet geaccepteerd worden, maar wel voor die cognitieve dingen. Dus daar gaan ze dan flink mee door, om dan daarna te merken, oh. En toch word ik dan nog steeds niet geaccepteerd, maar dat doen ze druk dan in die tijd. LVB is leren en accepteren dat je weer opnieuw, dat je een verstandelijke beperking hebt. Jongvolwassenen. Nou, dat is zelfstandig functioneren. Bij autisme is dat een gevoel van eenzaamheid verwerken, van depressie. Het idee, hé, iedereen heeft anderen en ik niet. LVB, zelfstandigheid ontwikkelen, ja, binnen de verstandelijke beperking. Dat is niet eenvoudig. Volwassenen, dat wil zeggen gezinsvorming. Bij autisme betekent dat ontwikkelen van zelfstandigheid. Ja, daar zijn ze dan ongeveer aan toe. Ook niet helemaal. En bij LVB betekent lotgenoten zoeken, je netwerkje maken. Heel erg belangrijk. Middelbare leeftijd, het vormgeven van een carrière en werk. Bij autisme betekent dat een partner zoeken of opgeven die te vinden. Bij de LVB betekent dat netwerk stabiliseren, dat een stevig netwerkje is om je heen. Dat zou het mooiste zijn. Ouderdom, leven vanuit zelfkennis. Daarom zeg ik ook altijd, ik raad iedereen aan als therapeut, dat is mijn beste advies, ouder worden. Dat helpt tegen alles, behalve tegen lichamelijke kwalen. Maar verder, helpt heel goed ouder worden. Want dan heb je een stuk zelfkennis, kan je beter staan in je leven. Ja, hier is dat identiteit ontwikkelen, sneu je, dat doen anderen tijdens hun puberteit. LVB, leven vanuit het netwerk. Je ziet, mensen met een beperking moeten hele andere taken vervullen in momenten dat andere mensen hun normale, vindt iedereen, taken doen. Dus je krijgt ook minder hulp, want niemand verwacht het van je. Er wordt ook meer van je verwacht, omdat iedereen het kan op die leeftijd. Erg lastig. Sorry? Als je in beide categorieën valt, ja. Dan heb je, ja, dan heb je dubbel pech. Waarom? Omdat bedacht wordt dat dat verstandelijke waarschijnlijk verstandelijker is. Dus moet er ontdekt worden dat het autisme is. En dat betekent dat je veel minder verstandelijk beperkt bent dan het lijkt omdat je autisme hebt. En dat het heel lang duurt voordat mensen doorhebben wie je nou eigenlijk bent. Jij dus ook. Wat? Licht verstandelijk beperkt. Ja. Ja, daar heb ik het ook over. Ja, verwacht je niet. Nee, niet, sorry. Verwacht je niet, hè? Nee. Duurt heel lang voor mensen doorhebben. Door je autisme kan je bepaalde dingen niet en wordt toch een beetje geplakt op de verstandelijke beperking. Het gaat een beetje door elkaar lopen. En het duurt heel lang voordat mensen door kunnen hebben hoe het zit. En wat er vooral gebeurt, er wordt veel en veel en veel minder met ze gecommuniceerd. En je moet gewoon communiceren. Met mensen. Dat is gewoon belangrijk. Mensen hebben het nodig contact te maken. Dus als we contact zouden maken, zouden ze zich veel prettiger voelen. Goed. Waarom zijn mensen met autisme spectrumstoornissen, zo moeilijk te begrijpen? En op te voeden en te begeleiden. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk? Nou,
Dat is vanwege de MAS1P. De Mental Age Spectrum Within One Person. Zou je zeggen, had je dat niet makkelijker kunnen doen? Ja. Eerlijk gezegd heb ik dat 10 jaar lang ook makkelijker genoemd. Namelijk leeftijdsspectrum. En wat blijkt, voor Bosnië heb ik het even dit genoemd. En nou is iedereen onder de indruk. Nou gaat iedereen er rekening mee houden en onderzoek doen. Heel grappig. Maar wat is dat nou? Wat zeg ik dan? Het is een regenboog aan leeftijden in één mens. Verspreid over de dag heen. In dezelfde dag is het kind op één moment 5 jaar, op het andere moment 11. Terwijl die 8 is. En je denkt, joh, wat is die wijs. Vroeg wijs, nou weer jaren jonger dan ze eigenlijk zijn. Dat is nou typerend voor autisme en dat maakt het zo moeilijk. En dat is genetisch natuurlijk, maar ook door de omgeving stuurbaar. Genen zijn niet klaar. Genen moeten zich uitdrukken. En dat gaat over rijping. Daar gaat het over. Dus de theorie van het socioschema met de MAS1P vertraagde en versnelde rijping. Fijn hè, dat je het hebt gevraagd, want dat heb ik nou een beetje uitgelegd. Hè? Dus de rijping betekent dat de hersenen doorgaan. In de adolescentie wordt nog een beetje grijze stof gemaakt in de hersenen en daarna houdt het op. En omdat er zoveel grijze stof wordt gemaakt en witte tijdens de adolescentie, zeggen ze die pubers ontwikkelen zich, joh. En wat blijkt nou? Autisme ook, maar een paar jaar later. Ja, kijk, dat is even fijn als je dat weet. Dat het ook tijd is. Ik laat jullie een adolescent zien. Oh nee, ik ga eerst... Oh, dit is gek geworden. Sorry. Ik laat jullie eerst wat, wat onderzoek zien. Er is een biologische marker. Waarschijnlijk wordt dat contactin 4. Dat is een gen. En dat zorgt voor de verbindingssnelheid in de hersenen. Als jij mensen met autisme wil helpen, opvoeden en begrijpen, praat dan niet zo snel als ik nu doe. Niet doen. Want die stoomwals, dan kan je alles niet verwerken. Dat is trager. Je kan ook zeggen... langzamer. Je kan ook zeggen waarschijnlijk preciezer. Lekker snel alles is fijn. Dat hebben we op de wereld nodig. Ja, maar dan maken we wat fouten. Dus we hebben ook lekker langzaam nodig. Zodat we preciezer zijn. Dat is niet voor niks dat dat er is. Wat we ontdekt hebben, autisme is geen defect. Dat dachten we op de wereld dat het een defect was. Dat is het niet. Het is niet een beperking, het is een vertraagde rijping. En ik was al die jaren helemaal in mijn eentje met zeggen dat het rijping was. En ik mocht eigenlijk eerlijk gezegd niet bestaan. En nu is het gewoon bewezen. Nu is iedereen vast, is geen defect? Nee, is geen defect. Nog eentje, er is dus een toename van grijze stof. En dat betekent dat al die ontwikkelingen die je normaal ziet, ja, die zijn er bij hun later. Ik heb op dit moment onderzoek in Ecuador lopende, waar we bij 15 ouders, met kinderen tot en met 15 geloof ik, bij 15 ouders hebben we 14 kinderen met autisme helemaal nog niet een inkennigheidsperiode meegemaakt. En bij die ene begint het, inkennigheid. Ja, dat is natuurlijk wel... laat, dan denken we, is niet eenkennigheid, dan denken we, god, er is zeker iets gebeurd, want hij is zo bang van iedereen plotseling. Nee, is eenkennigheid. En hoe doe je met een eenkennig kind? Die houdt zich vast aan zijn ouders en dan leg je de wereld uit. Dan zeg je, ja, ze heeft een bril. Dat hebben mensen wel eens als ze niet goed kunnen zien, maar ze is toch aardig? Kijk nou eens hoe aardig ze kijkt, zouden ze bijvoorbeeld zeggen. Dus wat doe je? Je traint je kind met 9 maanden in de wereld en de mensen. Kinderen met autisme krijgen dat niet. En dan zeggen ze, sociaal hebben ze geen inzicht. Nee, logisch. Ze hebben ook geen kennis gekregen. En als ze een kennigheid krijgen, herkennen mensen het niet. Dus krijgen ze het al helemaal niet. Jammer. Heel jammer. Nou, verder is er nou dit jaar gewoon ontdekt. Het is geen defect, maar het is een vertraging. Hoera. Als ze nou ook maar anders gaan doen. Aardig voorbeeld van een vertraging zijn de meisjes
met autisme en hun menstruatie. Die menstrueren, mensen met autisme, meisjes met autisme, wel ongeveer 2 jaar later dan gemiddeld. Autisme is een vertraging. En ik denk dat jullie bij andere problematiek, zoals een lichtverstandelijke beperking, ook al denken, oh ja, het is gewoon een andere leeftijd. Leg ze de dingen uit. Neem ze serieus. Bedenk dat als je geen uitleg krijgt, je niet kan groeien. Als kinderen zwijgen, gaan ouders zwijgen. En kinderen hebben het nodig dat ouders de wereld aan ze uitleggen. Goed. Jullie krijgen een adolescent. Ja, van 17 jaar. Met autisme. Wat dan heet in het DSM-4 Asperger. Die heeft een hechtingsleeftijd van 9 maanden. Dat is piepjong. De meeste met autisme komen niet verder dan 9 maanden, zelfs eerlijk gezegd daarvoor. En wat is daarvoor? Wat is een baby van 6 maanden? Iedereen is oké. Allemaal goed. En dan met 8 maanden maken baby's hun eerste grote conclusie. Je hebt 2 soorten mensen. Die voor me zorgen en de rest. En de rest is niet goed. Dat is wat baby's doen. Daarvoor lachen ze tegen iedereen. Bij kinderen met autisme heb je vaak het gevoel, nee, niet zomaar meegaan met vreemden. Eigenlijk zijn ze dan nog 6 maanden. In het onderwerp hechting. Ja, gek hè, dat is even wat je aan moet wennen. 6 maanden? Ja, ook die manager die ik behandel met zijn bedrijf wat goed loopt, is 6 maanden. Die is 9 maanden in hechting. Ik kom dat vaak tegen. Time management is 1 jaar. 1 jaar. Tja, wat is dat, 1 jaar? Ja, dat betekent dat de hele wereld zorgt dat het goed gaat met je. Dat is 1 jaar. Ze zorgen dat je eten krijgt, drinken krijgt, op het strand is het schepje er. Alles wordt geregeld. Maar jij bent 17 en best intelligent en je moet naar de universiteit en op kamers wonen. Gaat niet. In time management ben je 1 jaar. En hoe leer ik ouders hun kind time management? Dat leren ze door de volgorde der dingen. Dan zeggen ze, nou tanden poetsen, pyjamaatje aan, naar bed, want anders ben je moe morgen. Ja, en dan ben je helemaal niet blij. Afijn, ze leren hoe de tijd zijn volgorde kent. Speelleeftijd is 3 jaar. Zal ik zeggen wat 3 jaar is? Dat is dit. Sorry, dit is 3 jaar. Ik vind hem mooi, dus ik pak hem. Ik wil hem hebben. Dat is 3 jaar. En zij pakt hem terug. Ja. En ik pak hem ook weer. Totdat onze moeders uitleggen, nee, hij is van haar. Als je ermee wil spelen, moet je het aan haar vragen. Dat is 3 jaar. Maar ja, hij is 17. En zijn natuurkundige leeftijd is 35. Ja. Nee, oh, is zo intelligent, echt een egoïst. Denkt alleen maar aan zichzelf. Als hij iets wil, pakt hij het gewoon. Nee, daarin is hij toevallig 3. Binnen dezelfde dag. En we kunnen hem maar niet begrijpen. En we hebben de gekste woorden om uit te leggen wie die is. Namelijk dat hij een egoïst is. Zijn kennis over treinen is de leeftijd van een getrainde en ervaren professional op het gebied. Het interesseert niemand. Jammer, hè? Nou, hoe zit dit nu in elkaar? De eerste 3 jaar, ja, van het leven van een mens, ja, geven we kinderen sociale vaardigheidstraining op een 24-uurs basis, de hele dag door. Leggen we kinderen de wereld uit. De hele tijd, 's nachts gaat het ook door. Nee, niet huilen, het is nou 's nachts. Je moet slapen, hè? Papa, mama ook. Nou, gaat maar door, hè? Gaat maar door. Kinderen met autisme zijn al geïnteresseerd in voorwerpen en hoe het werkt. Ja, daar zijn zij mee bezig. Ouders hebben de neiging om te stoppen met opvoeden over sociale interactie als hun kind er geen aandacht aan besteedt. Als hij de hele tijd naar het licht zit te kijken, dan hou je op met uitleg en terecht. Dat is niks verkeerds van die ouders. Wat daarna? Daarna, wanneer kinderen met autisme rijp zijn voor opvoeding in sociale interactie, dan geven we het niet meer aan hun, omdat we niet herkennen dat ze het dan nu nodig hebben. Denk je, ja, ik weet niet, hij doet raar, denken we dan. In plaats van, hé, hij is zover. We kunnen het nu geven. Maar hoe zou
zou je nooit kunnen herkennen. Wacht even, even wapperen, dank je. Hoe zou je dat komt. Nee, maar dat is de zin waar het om draait. Ja, dat komt. Ja? Oké, dank je. De rijping gaat door. En nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ja? Dus dat betekent, soms krijgen ze ergens een kader over, dan weer niet. Zo ontstaan er ook gekke gaten in de ontwikkeling. Ja? Nou, dit is een model wat ik 10 jaar geleden heb gemaakt. Ja? En ja, dan wil je weten, hoe moet dat allemaal? Nou, dat zeggen ze dan, dat duurt nog wel een eeuwtje voordat ze dat uitgedokterd hebben allemaal. Dat onderzoek is bezig, maar dat duurt echt nog wel heel lang, want het is zoveel. Ik vind ouders belangrijk, zo ben ik de avond begonnen en dat is ook zo. Dus ik heb geprobeerd iets uit te dokteren, dat ik ze kon helpen met jouw vraag. Hoe? Daar heb ik het volgende op bedacht, voor wat het waard is. Ja, daar gaan we. Dat is. Het gaat dus om een vertraagde ontwikkeling, hè? Met name op sociaal gebied. En met name de linker hersenhelft, dan ben je niet bewust. Ja? Daar heb ik dit zinnetje voor gemaakt. Dan neem je gedrag van je kind, hè? Of van je man, of van jezelf. Hardnekkig gedrag, dus gedrag wat je niet makkelijk veranderd krijgt. Ja? En daar zeg je, zet je de volgende regel op. Dan zeg je, dit is heel normaal gedrag op de leeftijd van. En soms krijg je dan een leeftijd en denk je, oké. Dus op dit onderwerp is die 1,5. En dan ga je denken, wat doen ouders met hun kind die zo doet? Ook al is die van mij 10, wat doen ze? En dat heeft dat kind dan nodig. En dat probeer je te doen. En dat is wel eens moeilijk. Ja? Die jongen van 17, ja, die zit in een groepshuis. In een behandelhuis. En de groepsleiding zegt, hij claimt ons altijd wat niet kan. Wat bedoelen ze daarmee? Daar bedoelen ze eigenlijk mee, ja, iedere keer als ze met iemand bezig zijn. Ja? Oké. Dus, daar gaan we. Iemand claimen, net als hij met iemand bezig is, ja, is heel normaal gedrag op de leeftijd van, ja, die kleintjes, hè. Ja, met 4 jaar hebben ze ongeveer gehad, hè. Ja. Als daar een kleutertje zit te spelen en jij zit op de bank, is oké. Pak niet de telefoon. Onmiddellijk pakt hij jouw aandacht. Hij zat leuk te spelen, hij verpest zijn eigen spel. Maar hij weet, jij aan de telefoon bent niet meer op hem gericht. En wie zorgt er dan voor hem? Als er wat is? Het kind is in paniek. Dus wat doet hij? Claimen. En dan zeg je, dat doe je dan. Hè? Moet je denken, als hij plotseling 17 is, oma, wil je ook even? Ja? Doe maar een blokje, leuk. Doe nog maar een blokje. Je blijft in contact. Om te leren, ik ben er. Het doet er niet toe wat er in mijn leven gebeurt. Jij bent het belangrijkste. Op een gegeven moment heeft het kind het door. En dan krijg je die gekke fase dat je in de keuken bent, weet je wel. En dat je kindje roept en dan ga je gauw. En dan kijkt het kindje stralend aan. Hè? Denkt hij, oké, ze komt dus, hè, als ik roep. Hij komt als ik roep. En als ze dat weten, is het oké. Als ik ze nodig heb, kan ik ze gewoon vragen. Dan claimt hij niet meer. Ja? Oké. Voor alle kinderen met een beperking, voor alle volwassenen, voor alle relatieproblemen, allemaal hetzelfde. Ja, dat is dit. Het gaat altijd over communicatie. Communiceren. Begrijpen. Dat is altijd contact maken. En van contact wordt een mens rustig. Is je partner niet rustig, sta je niet in contact. Is je kind niet rustig, is je klas niet rustig, is je groep niet rustig, dan sta je niet in contact. En je kan altijd proberen contact te maken. Echt contact. Daar worden mensen rustig van. Heel rustig van. Nou, dit was het, jongelui. En ik hoop dat jullie daar wat aan hebben. Ja? Oké. Dank jullie wel.